Wasmachines, koelkasten, ark, wasklien. Je kunt haast zijn gek net betinken of het wie joer te vinden op het politiebureau in Burgum. Het gaat om stellenkwot dat in december voen is in een garagebox in Boetenpost. Daarvoor is een 24-jarige man uit Hurdekeriep aanhouden. Nog net al het stellenkwot is waarom bij de eigenis. En daarom weer de joer op het politiebureau in Burgum een besjochtdij. Ik ben omdat ze buizen van mijn bedrijf, of van ons bedrijf, wat ik werk, dus een beurs leeg. En wat wie de financiële skeer? Nou, ongeveer 100.000 euro schat ik het ongeveer. Ha je voen wat je kwijt wint? Nee, ik kon je net vinden, dat had je net tussen zitten. Wat vind je ervan dat de politie zo'n sjochtdij organiseert? Ja, ik vind het heel prima, want als je kwijt bent dan kan je het en leid je te vallen, dan kan je het wegrijden. Drie busjes hebben we erbij helpen, maar twee onhangkaarten vol spul. Dus dat is natuurlijk heel wat. En wat qua waarde, ja, de duizenden euro's laat je nog. Waar we nog steeds net weer ombrengen kunnen bij de mensen, dat is wel erg jammer. Maar alle mensen hier zomaar binnenkomen? Nee, boven in het bureau wat ze binnenkomen, dan vragen we eerst wat ze kwijtraken binnen. En als de mensen zelf net omgaan kennen van wat ze kwijtraken binnen, als ze hier een ongifte dienen, dan nemen we ze net maar naar beneden. Maar dat heeft je natuurlijk geen enkele zin. We houden hier een beurs van stijlend spul, dat doen we net. In totaal hadden ze zo'n 50 mensen west op de besjochtdij. Zo'n van haar kon haar een eigendom bij meenemen.